Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Hugo Verschoren. Ik ben eigenaar van Govert Trade Technologies BV. En ICC België heeft mij gevraagd om een en ander te vertellen over Incoterms en de impact op Brexit. Goed. De platte résistance van deze middag is Incoterms. Wat zijn Incoterms? Incoterms, wat zijn ze niet? Ze hebben het niet over salescontracten, ze hebben het niet over de specificatie van goederen. Betalingsdetails, daar gaan Incoterms niet over. Wat te doen in geval een van de twee partijen in gebreken blijft, daar gaan ze ook niet in. Ook niet in vertragingen en andere contractuele zaken die mislopen. Sanctions, tarifferingen, import en export, verboden, force majeure, property rights, intellectual property rights en dispute resolution, daar gaat Incoterms niet over. Ik zie regelmatig dat mensen dat allemaal toedichten aan Incoterms, dat is niet zo. Wat doen Incoterms wel? Wel, Incoterms gaan in een set, in een serie van 11 van de meest gebruikte drie lettercodes uitleggen wat de verplichtingen zijn, wie doet er wat, wat zijn de risico's, waar en tot wanneer, waar en wanneer exact levert de verkoper de goederen, want tot daar lopen zijn risico's, en tot waar lopen de kosten, op welk moment gaan de kosten over van verkoper naar koper. Als je het boekje van de Incoterms bekijkt, je hebt dus die 11 sets, die 11 regels, maar daar heb je ook artikels. Elk van die 11 artikels, sorry, van die 11 regels heeft artikels. Heeft 20 artikels, de A-reeks, wat de verplichtingen zijn van de verkoper. En het spiegelbeeld daarvan is de B-reeks, wat de verplichtingen zijn van de koper. Er zijn 11 Incoterms-regels. De eerste set van 7 gaat over regels die gebruikt kunnen worden voor elke manier van transport. Ex-works, free carrier, carriage pay to, carriage and insurance pay to, delivered at place, unloaded and delivered duty paid. En de tweede reeks gaat over zee- en inland waterway transport, zoals ze zeggen, dus zee- en binnenvaart. Free alongside ship, free on board, cost and freight, cost insurance and freight. Ik hoor u zeggen, waarom hebben we die twee reeksen? Waarom kan je scheepvaart ook niet gebruiken in de eerste reeks? Dat kan je in principe wel, maar je moet weten dat historisch gezien de Incoterms gegroeid zijn uit maritieme Incoterms. We gaan het eerst hebben over die zeven Incoterms-regels die gebruikt kunnen worden voor alle manieren van transport. Een eerste waar ik het over graag met u wil hebben is Ex Works. Ex Works, wanneer gebeurt de levering bij Ex Works? Wanneer de verkoper de goederen ter beschikking van de koper plaatst op een genaamde plaats, niet uitgeklaard. En die genaamde plaats is meestal het magazijn of de terrein van de verkoper. Het is de koper die de goederen moet uitladen. Dat is een heel belangrijke consequentie waar het met Ex-Works heel veel fout loopt. Want de koper moet in principe de goederen van het vierde schap van een rek gaan halen in het magazijn en dan op een vrachtwagen laden. De koper, dat heeft u goed gehoord. De koper zorgt en betaalt ook voor het transport. En het is ook de koper die de goederen moet uitklaren voor export. Daar loopt het ook af en toe fout, want dat is niet altijd mogelijk. Ex Works is dus de minimumverplichting voor de verkoper. Een voorbeeld, we hebben ooit een klant gehad die op een donderdag een e-mail stuurde naar een klant in Duitsland. Kijk, de goederen die ik voor u geproduceerd heb, die liggen hier klaar in ons magazijn. En de Duitse koper antwoordt op donderdag: oh, heel fijn, ik heb volgende week een vrachtwagen die richting België komt. Ik kom ze ophalen waarschijnlijk volgende week dinsdag. Dit is er wat er gebeurt tijdens het weekend. Het magazijn van onze koper brandt volledig uit. Risico voor de koper. De goederen waren geleverd. Een heel belangrijke consequentie. Free carriers. Free carrier, daar hebben we twee mogelijkheden. Men heeft free carrier 1. Free carrier 1, daar worden de goederen geleverd op het moment dat de goederen worden overhandigd op het transportmiddel waarvoor de koper heeft gezorgd. Free carrier 2, daar gebeurt de levering ergens onderweg. Elsewhere staat in de regels. Dat kan van alles zijn, dat kan een terminal zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld ook een container terminal zijn. En dat gebeurt, de levering gebeurt wanneer de goederen aankomen op het eerste transportmiddel waarvoor de verkoper gezorgd heeft. U ziet daar het blauwe vrachtwagentje. En die liggen klaar om gelost te worden. En
klaar om gelost te worden en worden dan overhandigd aan de transport waarvoor de koper gezorgd heeft. In beide gevallen is het hier de verkoper die de goederen gaat uitklaren voor export. Carriage pay to is de tweede. De levering gebeurt wanneer de verkoper de goederen overhandigt aan de vervoerder die door de verkoper verzorgd is, uitgeklaard voor export. U ziet daar het vrachtwagentje, dat is niet blauw, dat is niet geel, maar dat is groen, een mengeling van blauw en geel. Ten eerste, het is de verkoper die voor de transport heeft gezorgd, maar de goederen reizen op risico van de koper. Dus vandaar het groen, het is eigenlijk gemengd. Hier zijn twee verschillende kritische punten. Het kritische punt van levering, op het moment dat de goederen op de vrachtwagen geleverd worden waarvoor de verkoper gezorgd heeft. Maar van dat moment gaan ze reizen op risico van de koper. En de verkoper draagt de kosten tot het moment van de bestemming die genoemd wordt in het contract. Of de stemming die genoemd wordt in de incoterms aanduiding. Maar het transport gebeurt dus op risico van de koper, omdat de levering al gebeurd is. Eigenlijk is CPT, Carriage Pay To, hetzelfde als een free carrier, maar met een add-on, de verkoper zorgt ook voor het transport. En we bouwen daarop voort als we gaan kijken naar CIP. CIP, de plaats van levering is hetzelfde op het moment dat de goederen worden overhandigd aan de vervoerder. Uitgeklaard, u ziet ook weer het blauwe documentenmapje aan de linkerkant en het gele documentje aan de rechterkant. De verkoper zorgt voor het transport. En de goederen reizen weer op risico van de koper, maar nu is er de verkoper die gaat zorgen voor een verzekering. Die gaat de verzekering verzorgen, die gaat er ook de premie voor betalen. En in geval van schade of verlies van de goederen, is het de koper die naar die verzekeringsmaatschappij kan stappen met de verzekeringspolis waarvoor de verkoper gezorgd heeft. De volgende, Delivered at Place, ziet er helemaal anders uit. Hier is de plaats van levering niet meer aan de kant van de verkoper, maar de plaats van levering is aan de kant van de koper. De levering gebeurt wanneer de verkoper de goederen ter beschikking van de koper zet op het aankomende transportmiddel. Het transportmiddel waarvoor de verkoper gezorgd heeft. U ziet het vrachtwagentje is blauw. En klaar om gelost te worden, ready for unloading. De verkoper draagt alle kosten en risico's tot op dat moment. De verkoper gaat ook de exportdedouanering doen. Dat zie je aan het blauwe documentenmapje. De koper doet dat aan zijn kant. De verkoper zorgt en draagt ook het transport en alle risico's van het transport. En tot daar. Dus vandaar, dat is een belangrijk verschil. De plaats van levering zit nu aan de kant van de koper. De volgende is Delivered at Place Unloaded en daar is eigenlijk niet zo heel verschil met de vorige. Het enige verschil, en u moet goed opletten wat er gebeurt, het enige verschil is dit. De plaats, de goederen worden geleverd wanneer de verkoper de goederen ook uitlaat op het vanaf het aankomende transportmiddel en op die manier ter beschikking van de koper zit. Die actie van de goederen uitladen is eigenlijk het enige verschil met Delivered at Place. En dan hebben we de laatste incoterms-regel in deze reeks, dat is Delivered Duty Paid. Wanneer gebeurt de levering? Als de goederen klaar zijn om gelost te worden op het aankomende transportmiddel waarvoor de verkoper gezorgd heeft. Maar wat is het grote verschil? Je ziet hier dat de twee documentenmapjes, zowel de export- als de importformaliteiten, blauw zijn. Dat wil zeggen dat de verkoper ook gaat zorgen voor inklaring van de goederen in het land van bestemming van de koper. En daar kom ik straks uitgebreid op terug, want daar doen zich bij Brexit een aantal problemen voor. De verkoper zorgt ook voor alle kosten tot als goederen daar gekomen zijn. Alle importduties, taxen, exportduties enzovoort gaat hij allemaal zelf moeten betalen tot dan. Eigenlijk is Delivered Duty Paid de maximum verplichting voor de verkoper. Eigenlijk zit de koper gewoon met de armen overeind te wachten op in zijn magazijn tot de goederen aankomen. Hij gaat ze alleen zelf nog moeten lossen. De tweede reeks gaat over zeetransport en binnenwatertransport. En dan heb je een eerste, is free alongside ship. Nog duidelijk een relict van die maritieme incoterms-regels, waarbij er geleverd wordt als de goederen free alongside ship zijn.
als de goederen op kade geleverd zijn. En dat doet zich bij containers met andere woorden problemen voor. U kan een container nooit op kade leveren. Het beste wat u kan doen is een container leveren. Er is een container terminal, een container freight station. En misschien is die langs de kade. Maar op dat moment is het schip er waarschijnlijk nog niet. Dus levert u eigenlijk free alongside niets. Free on board gebeurt de levering wanneer de verkoper de goederen aan boord van het schip levert. Heel vroeger gebruikte men ook de ship's rail. Dat principe is verlaten sinds de vorige versie van de Incoterms. Het is nu aan boord van het schip. Ook weer, daar gebeurt de levering. De goederen reizen dus op risico van de koper. U ziet ook weer de kleur van het schip. Het is de koper die voor het schip gezorgd heeft. Dat was trouwens ook zo voor Free Alongside Ship. In het geval van containers moet u er dus over nadenken. U kan als exporteur geen container aan boord leveren. Misschien is het daar is beter om free carrier te gebruiken in plaats van FOB. Kost en freight. We bouwen voort op hetzelfde principe. Hier hebben we twee aparte kritische punten. Het moment van levering gebeurt ook wanneer de goederen aan boord van het schip geladen worden. De verkoper zorgt en betaalt voor het transport. Blauw, maar het schip is groen. Waarom? Omdat de goederen reizen op risico van de koper. De levering gebeurt aan boord in de haven van, inlading. De verkoper zorgt voor export, de douanering. De koper zorgt voor import, de douanering. In geval van containers moet u misschien eens nadenken dat het beter is om CPT te gebruiken in plaats van CFR. Waarom? U kan geen goederen, u kan geen container aan boord van het schip laden. Denk eraan, we hebben dus twee verschillende kritische punten. Het moment van levering is verschillend, zoals bij CPT trouwens, tot het moment van waar de kosten overgaan van de verkoper naar koper. Hier gaan de kosten over in de haven van bestemming. De koper draagt de kosten vanaf de haven van bestemming, het uitladen inbegrepen te zijn, contracten staat. Eigenlijk is CFR hetzelfde als Free On Board plus transport waarvoor de verkoper zorgt. En dan bouwen we weer verder, zoals bij CIP hebben we ook CIF. Hier gaat de verkoper ook weer leveren op het moment dat de goederen aan boord van het schip zijn. De verkoper zorgt ook weer en betaalt ook weer voor het transport. Maar de goederen reizen op risico van de koper. Waarom? Op het moment dat de goederen aan boord geleverd zijn, daar is de levering. Hier gaat de verkoper voor een verzekering zorgen. Een verzekering die loopt van het moment van inladen van de goederen tot in de haven van bestemming. Zodanig dat als er tijdens dat transport iets gebeurt, de koper met die verzekering zijn schade kan gaan vorderen op de verzekeringsmaatschappij waarvoor de verkoper gezorgd heeft. Ik heb via ICC België een nogal pertinente kwestie vraag gekregen in verband met de Brexit. Iemand heeft gevraagd, als wij nu de verkoop aan onze salesmensen zeggen om niet meer DDP te verkopen aan een Engelse klant, dat kan eigenlijk een hele goede beslissing zijn. Maar wat is dan het beste alternatief dat nog altijd commercieel aantrekkelijk blijft voor onze Britse klant? Wel, u ziet daar nog eens het schemaatje van DDP. Wat valt in het schemaatje van DDP op de plaats van levering? Is aan de klant van de Engelse koper in dit geval. Maar ook wie gaat er voor exportuitklaring, maar ook voor inklaring in de UK gaan zorgen? Dat is de Europese verkoper, de Belgische verkoper. U ziet de twee mapjes, de twee documentenmapjes zijn blauw. En daar doet zich een probleem voor. Het is de inklaring voor import is de verantwoordelijkheid van de verkoper. Wel nu, u ziet daar een kaartje wat de Brexit met zich meegebracht heeft. Is de verkoper in de Europese Unie, is die in staat om goederen te gaan inklaren in de UK? Dat is hij niet. Dat is technisch niet mogelijk, dat is wettelijk gezien niet mogelijk. Je moet, om goederen te kunnen inklaren in de UK, moet je een vertegenwoordiging hebben in de UK. Dus je moet met iemand in zee gaan die verantwoordelijkheid heeft, in de UK, die een vertegenwoordiging heeft tenminste in de UK. En die moet ook de risico's daarvan dragen. Dus dat is niet zo simpel. Wat zijn de mogelijke alternatieven om dat te doen? Ten eerste, en misschien is dat iets wat grotere bedrijven wel overwegen of al overwogen hebben, maak je eigen
bedrijfje, deelbedrijfje, dochterbedrijf in de UK, die jou daar kan vertegenwoordigen ten opzichte van de douane. Andere mogelijkheden zijn, wel, u kan overschakelen om in plaats van Delivered Duty Paid, DAP, Delivered at Place, of Delivered at Place Unloaded te gaan gebruiken. Delivered at Place, dat is er eentje van. De verkoper zorgt voor de exportformaliteiten, maar het is de koper die zal moeten zorgen voor de importformaliteiten. Daar is geen weg naast. En dat is hetzelfde met Delivered at Place Unloaded. Alleen is het daar de verkoper die de goederen gaat uitladen. De vorige is het de koper die de goederen moet uitladen. Maar in beide gevallen gebeurt de levering aan de hand van aan de kant van de koper. Dus eigenlijk is de situatie, benadert die situatie, het meeste die van DDP, maar omwille van die inklaring van de goederen is ze niet dezelfde. In beide gevallen gaat de koper moeten zorgen voor het inklaren van de goederen. En dat is natuurlijk het probleem. Vandaar dat het niet hetzelfde is als DDP. Incoterms hebben dit voorzien in de zin dat als de koper mocht in gebreken blijven om de goederen in te klaren, want dan sta je daar met die goederen aan de overkant van het kanaal, wel, de goederen worden gestockeerd in de haven of de inland terminal in het land van bestemming, in de UK in dit geval, en het is de koper die daar het risico voor gaat dragen. Nu, dat is allemaal mooi en netjes gezegd, dus de koper het risico draagt, maar als de koper niet wil of er niet meer zal zijn of problemen heeft, hoe ga je dat gaan afdwingen? Als je goederen daar in de UK zitten en je loopt daar kosten, je moet de goederen laten terugbrengen, je loopt daar opslagkosten enzovoort. Hoe ga je die koper dwingen om dat te gaan betalen als hij de verkoop bijvoorbeeld morgen niet meer zou zijn? Ja, de ideale oplossing bestaat niet. Idealiter kan je alleen maar DDP vervangen door DDP, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het is duidelijk dat zowel koper en verkoper opnieuw zullen moeten gaan nadenken. Hoe gaan we dat doen? Ik heb gisteren nog vernomen dat de kosten voor Europese exporteurs, of was het zelfs Vlaams, ik weet niet meer wat de bron was, de kosten om te exporteren naar de UK opgelopen is met 5%. Dus 5% duurder geworden is. Dat is natuurlijk niet moeilijk als je dit bekijkt. Het is nu de koper die zich gaat moeten zorgen voor inklaring van de goederen. Of het is de verkoper die een derde partij in de hand gaat moeten nemen om te zorgen voor die inklaring van de goederen in de UK. Terwijl vroeger helemaal geen sprake was van in- of uitklaring. Je werkt gewoon binnen de EU en er waren geen grenzen. Ofwel ga je de verkoper gaat bijkomende kosten moeten maken, ofwel gaat de koper bijkomende kosten moeten maken en zorgen voor de inklaring van de goederen. En de koper gaat moeten aanvaarden dat in plaats van gewoon af te wachten dat de goederen voor zijn deur verschijnen, hij gaat toch een aantal zaken zelf moeten doen. Niet in het minst de inklaring van de goederen in de UK. Ik wil toch attent maken op een aantal, buiten het leveren DDP aan de UK, zijn er toch nog een aantal andere zaken waar je moet naar kijken. Bijvoorbeeld als je gaat verkopen ex-works aan de UK. Zonder een vertegenwoordiging in de EU kan de koper in de UK ook geen goederen uitklaren in de EU. Hetzelfde verhaal, je hebt hier een vertegenwoordiging nodig als niet-EU ingezeten om goederen te kunnen uitklaren. Dus zij zitten aan de overkant van het kanaal met hetzelfde probleem. En in alle geval vind ik ex-works toch een regel om over na te denken als je veel gebruikt. Het moment van levering is op het moment dat de goederen klaar zijn in de verkopers en magazijn, met alle gevolgen van dien. En het is ook de koper die de goederen moet opladen. Als je gaat kopen van het UK, zit je met hetzelfde probleem. Als je ex-works gaat kopen, ga je zelf als Europese ingezetene moeten zorgen voor de uitklaring van de goederen uit de UK. Dat ga je ook alleen maar kunnen doen, weer met een vertegenwoordiging in de UK. Ex-works is sowieso niet aan te raden. En een tweede tweede gelijkaardige situatie is kopen op een DDP-basis vanuit de UK. Makkelijk, de verkoper moet voor alles zorgen, maar je arme Engelse verkoper kan ook weer geen goederen inklaren in de EU zonder dat hij een vertegenwoordiging heeft, zonder dat hij hier in de EU vertegenwoordigd is. Dus je zit daar met al die zaken waarbij de in- en uitklaring door een andere partij gebeurt dan de verkoper of de koper, zit je met dat probleem sinds de Brexit.